Sinds de installatie van de gemeenteraad in maart vorig jaar zijn al 12 van de 39 oorspronkelijke gezichten niet meer actief in de raad. 5 werden doorgeschoven als wethouder, 7 leden werden om andere uiteenlopende redenen vervangen. Als al bijna een derde na een jaar niet meer in de raad zit, hoe geloofwaardig is een gemeenteraad dan nog? Ik bespreek het met George Vogelaar, politiek journalist. En aan mijn rechterzijde Mark Mulders, fractievoorzitter van GroenLinks. En Mark, ja, we hebben jou niet voor niets uitgenodigd natuurlijk. Want jullie zijn de tweede partij met 4 zetels geworden vorig jaar. Maar na een jaar zijn alle gekozen leden vervangen door anderen. Jullie hadden natuurlijk het tragische overlijden van Kim Recko. En daarnaast maakte Gert-Jan Krabbedam, Menno Jansen, Saskia Hermans plaats voor jou, Koen van der Gugten, Anne Lucas en Lex Vos. Is dat een goed iets dat de hele groep inmiddels al vervangen is volgens jou? Voor het aanzien van de politiek is dat niet goed. Maar op de eerste plaats stem je op een partij. In dit geval hebben mensen op GroenLinks gestemd en dan maak je een keuze op welke persoon je stemt. Als ik kijk naar Saskia, Menno en Gert-Jan, die hebben alle drie hun eigen persoonlijke afweging gemaakt. Menno kreeg een hele mooie baan aangeboden, Saskia idem. Ja, en bij Gert-Jan is natuurlijk een heel ander verhaal. Die heeft echt tot op het laatste moment serieus overwogen om echt die raad in te gaan. We hebben daar op 6, 7 september nog gesprekken over gehad met elkaar. Toen duidelijk werd dat ik Saskia Hermans ging vervangen als raadslid. En heeft uiteindelijk een andere keuze gemaakt. Men heeft dat zeer wel overwogen gedaan. Ja, en Saskia kreeg een droombaan aangeboden. Een kans. Die was ruim 12 jaar politiek actief als raadslid. Kreeg daar zelfs nog een koninklijke onderscheiding voor. En heeft op dat moment de keuze gemaakt om te stoppen. Voor de geloofwaardigheid van de politiek, voor het aanzien van de politiek, vind ik het niet goed. Maar ik refereer even naar Khadija Ariep. Want die deed altijd kamerleden uitzwaaien met een mooie speech. Op het moment dat ze ook vroegtijdig deden stoppen. En ik weet dat ze destijds bij Lisbeth van Tongeren, een kamerlid voor GroenLinks. Die is dat van 2010 tot 2018 geweest. Die was met ontzettend veel voorkeurstemmen gekozen. Kreeg toen een kans om wethouder te worden in Den Haag. Waarbij Khadija Ariep ook tegen haar zei, het is voor het aanzien van de politiek niet goed, maar uiteindelijk maakt ieder zijn of haar eigen afweging om die keuze te maken. En dat hebben Gert-Jan, Menno en Saskia ook gedaan. Ja, George, is het niet ook een soort van kiezersbedrog uiteindelijk? Tja, nou ja, dus, niet als het op, ik bedoel, het zal niet opzettelijk gebeuren. Mensen beginnen en zijn overtuigd van dat zij die plek graag willen hebben en dat ze graag in de politiek actief willen zijn, wat je al moet bewonderen, want het zijn mensen die toch heel veel tijd erin stoppen. Dus ik weet niet of je het als kiezers bedoelt. Wel als het opzettelijk gebeurt, dus als je zegt van nou, ik trek stem. Maar ik heb altijd wel een beetje moeite met die mensen die onderaan de lijst staan, helemaal die kiesduwers, hoe noem je dat, stemmentrekkers. Dat vind ik, lijstduwers, dat vind ik meer kiezersbedrog, want daarvan weet je dat ze, nou, mochten ze al meer hebben, toch zeggen van nou, ik doe het niet, een uitzondering daar gelaten. Maar dat vind ik meer kiezersbedrog. Maar als je wel op de lijst staat met de intentie om in de raad te gaan en op een gegeven moment komt er iets voorbij waarvan je denkt, dit vind ik interessant, leuk, of er ontstaan omstandigheden, vind ik dat niet echt kiezersbedrog. Ik zou het zo niet typeren. Ik zou wel denken, misschien moet je het af en toe eens wat beter van tevoren bedenken wat je wil. Is dat wel wat voor jou? We hebben dat gezien bij Chandra Merks van de Partij voor de Dieren. Ja, die zegt dan, ja, ik ben wel gekozen, maar het is niks voor mij, die politiek. Denk ik, ja, dat kan je van tevoren weten. Dat vind ik een beetje, daar heb ik van, ja, die heeft misschien toch een heleboel mensen, weet het niet, of ze mensen uit haar eigen omgeving die op haar gestemd hebben en met voorkeur stemmen. Dan denk ik van, daar is dan wel een beetje de geur van, dat had je ook eerder kunnen zeggen. Maar ja. Als ik refereer naar de 3 mensen binnen mijn eigen partij, ik wil echt even Menno, Saskia benoemen, maar ook Gert-Jan, die hebben echt een hele duidelijke, zuivere afweging gemaakt en uiteindelijk een keus gemaakt en daarmee ook plek gemaakt voor nieuw bloed binnen de fractie. Je zei eerder dat men in eerste instantie op een partij stemt en dan op de persoon. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat mensen op de politicus Gert-Jan Krabbedam gestemd hebben, omdat ze hem bewonderen. Nou, om even de cijfers erbij te pakken, die heeft 1482 voorkeursstemmen gekregen en jij dan bijvoorbeeld in dit geval 132. Ik kan me voorstellen dat daar dan wel een beetje dat een wrang gevoel kan ontstaan voor de mensen die echt specifiek op Krabbedam gestemd hebben. Ja, vaak zie je wel dat de lijsttrekker de meeste stemmen binnenhaalt voor een partij. En vaak zie je ook, zeker binnen een partij als GroenLinks, dat de vrouw, de eerste en ook de tweede vrouw op de lijst, vaak ook met voorkeurstemmen gekozen worden. In dit geval hebben heel veel mensen hun persoonlijke stem aan GroenLinks gegeven en daarmee ook aan Gert-Jan Krabbedam. Ik refereer even ook naar voetbal en naar een theatervoorstelling. Misschien bij
idolaat van een bepaalde voetbalspeler en koop je daarom een seizoenskaart van MVV en zit jouw favoriete speler het hele seizoen op de reservebank. Of je koopt een kaartje voor Les Miserables, want je wilt Freek Bartels zien in de hoofdrol en speelt de vervanger. Maar je koopt wel een kaartje voor die voorstelling of voor die voetbalwedstrijd. Ja. Laten we het daar eventjes... Overigens ben ik het niet eens met de stelling dat mensen op de partij kiezen, hoor, of op de persoon kiezen. Het is meestal... De mensen lezen de programma's niet. Mm-hmm. Er zijn er maar een handvol in Maastricht die alle programma's hebben doornemen bij verkiezingen. Jij bent er een van wel, toch? Ja, ik heb het wel jarenlang gedaan, maar er zijn er maar heel weinig die dat doen. Mm. Dus het is of traditie, hè, daarom zijn CDA's nog altijd een redelijk grote partij, omdat het vanuit katholicisme wordt je geacht daarop te stemmen. En dan gaat het vaak toch ook omdat ze mensen kennen. En niet zozeer om het programma. Het programma zegt... En overigens, ik heb wel eens gesproken met coalities. En dan sprak je met mensen uit de oppositie en zei... Oh, maar dat had ik ook kunnen tekenen. Dus de partijen op zichzelf en hun politieke opvattingen lopen in deze stad al niet eens zo uiteen. Ze zijn natuurlijk inmiddels... Inmiddels is er wel wat scherper, omdat dat maar, zeg maar van... 4 jaar geleden of 8 jaar geleden was het allemaal bijna één pot nat. Je kon gewoon, iedereen kon in dat college zitten als het ware. Nu is het door dat Forum voor Democratie erin zit of zo, dat soort dingen. Maar, dus mensen stemmen eigenlijk gewoon op de persoon die ze kennen. Daarom heeft ook zo'n John Aerts waanzinnig veel voorkeursstemmen. Ja. Terwijl je toch politiek de VVD nauwelijks invloed heeft in deze stad. Maar hij heeft wel heel veel stemmen gekregen, dus... Is het geen roeping meer, het zijn van gemeenteraadslid, als er zoveel mensen binnen een jaar opstappen? Nou ja, kijk, we hebben nu het accent op 30% die misschien opzegt, maar 70% blijft zitten. Dus die mensen hebben die roeping nog steeds. Dus het overgrote deel van de mensen die de politiek ingaan, zowel in de gemeenteraad als in de staat als in de Tweede Kamer, die blijven daar zitten. Mm. En die doen dat omdat ze behept zijn met het politieke virus, noem ik dat altijd. Want voor je plezier ga je niet in de gemeenteraad zitten, hoor, denk ik. Is dat zo? Nou ja, goed, laat ik dan zo zeggen. Kijk, ik kreeg in het voorjaar van 2021 kreeg een mail als lid van GroenLinks of een kandidaat zou willen stellen. Dan stuur je een sollicitatiebrief, dan gaan er gesprekken plaatsvinden. En die gesprekken werden best wel heel duidelijk gescreend. Ja, wil je 4 jaar committeren als je in die raad komt? Dus echt wel een afweging die je moet maken. Maar wat heel veel mensen niet weten, je legt je dan voor 4 jaar vast als je in die raad komt. In mijn geval 3,5 jaar. Maar we bouwen geen pensioen op, je bouwt geen WW op. Het brengt ook wel een stukje risico met zich mee. Zeker in een stad als Maastricht, waar het raadswerk best wel een behoorlijke tijd van je vergt. Ik doe dat met heel veel passie, plezier en toewijding. Ik ben er ook minder voor gaan werken bij mijn werkgever. Maar mensen moeten zich dat wel realiseren op het moment dat je committeert aan zo'n lijst. Kun je vertellen hoeveel tijd kost het jou per week? Wat kost het je? Ik ben 20 tot 24 uur gemiddeld per week bezig. Dat is gewoon toch een halve werkweek? Dat is een halve werkweek, dat durf ik ook wel te zeggen. Kijk, de dinsdag en de donderdag... En wat krijg je betaald? Iets van €2000 of zo? Vergoeding? Om en nabij. Ja, het is een vergoeding om en nabij de €2000 bruto. Ja, dat zijn gewoon algemene bedragen, die zijn ook te zien... Nee, dat is allemaal openbaar. Ja, er is niks mis mee. Ja. Maar dat is toch heel weinig voor de hoeveelheid werk die je doet dan? Ja, maar daar moet je het ook zien als een passie die je doet. Ik heb gezegd, ik zou heel graag die politiek in willen om te kijken of ik een verandering teweeg zou kunnen brengen. Vanuit het gedachtegoed van GroenLinks, samen met de fractie van GroenLinks, om daarmee wat accenten daarop aan te leggen. Maar het is inderdaad een stukje een roeping, een passie, het moet een droom van je zijn. Ja, je moet het niet doen als je denkt, god, ik kan er een leuke cent mee verdienen. Nee. Je moet het echt doen omdat je een hart hebt voor Maastricht hart voor de maatschappij. Ik las bijvoorbeeld wat ze in de Provinciale Staten krijgen, dat is €1300. Ja, dat wordt meer. Dat is toch een waanzinnig laag bedrag voor de tijd die je eraan besteedt. Dat is toch bijna schandelijk. Jij hebt ook kandidaat gesteld voor de Provinciale Staten. Nou, dat klopt, je bent goed op de hoogte. Ja. Kijk, het was natuurlijk duidelijk, want ja, GroenLinks had 4 zetels gehaald. Ik stond op plek 4. En vervolgens, afgelopen zomer, was duidelijk, nou, ik ga niet die raad in. Want Anne Lucas werd de opvolger van Menno Jansen. Ik wist ook niet dat op dat moment Gert-Jan en Saskia overwogen om te stoppen. Mm. Die hebben pas later die keuze gemaakt. Dus inderdaad, ik heb inderdaad mijn kandidaat gesteld voor de Provinciale Statenverkiezingen. Het idee was ook dat ik wat hoger op die lijst zou komen. Ik heb die vraag ook gekregen. Uiteindelijk wist ik ook op een gegeven moment, het zou best nog wel eens kunnen dat ik zeer onverwachts nog wel snel die raad inga. Sterker nog, ik kreeg de plek aangeboden voor de Provinciale Statenverkiezingen. En de week daarna wist ik pas definitief dat ik de raad inging. Ik sta nu op plek 9, dat had 7 kunnen zijn. Maar ik sta nu op plek 9 van de kandidatenlijst. Ik heb bewust ook bedankt voor die 7e plek. Ja. Om juist te voorkomen dat ik dadelijk daar nog inga. En me dan in Maastricht opeens weer moest bedanken. Had je verwachtingen van de provinciale verkiezingen dan als je 7 was? Nou, dat was de plek die ze mij hadden aangeboden in eerste instantie. En ze zeiden toen al erbij van luister, ook niet hoger. Omdat we nog wel verwachten dat je in Maastricht daarin in gaat komen. Ik heb wel met heel veel passie en plezier ook meegeschreven aan het verkiezingsprogramma. Voor de Provinciale Statenverkiezingen in Limburg. Met name de cultuurparagraaf heb ik mij samen met gedeputeerde Geert
Gabriels helemaal op losgelaten. Goed, voordat we inhoudelijk op het partijprogramma van de GroenLinks gaan hebben. Toch nog even terug naar het onderwerp. Hoe zit dit provinciaal en landelijk? Is dit een trend die daar ook gaande is? Ja, je ziet provinciaal is het ook 1/3 ongeveer. 1 op de 3 die vroegtijdig vertrekt. Landelijk is het iets lager. Maar je ziet in de Tweede Kamer bijvoorbeeld dat mensen uit een partij gaan vanwege ruzie of niet meer met het. Dus die vertrekken wel uit hun fractie, maar die vertrekken niet echt uit de Kamer. Dat zijn er wel, maar dat zijn Lilian Ploemen bijvoorbeeld, die van de Partij van de Arbeid, Ariep van de Partij van de Arbeid. Bij de PvdA zijn veel mensen van de afgelopen periode. Nou ja, en Lilian Ploemen, vind ik, heeft een heel dapper. Hè, van Ariep kun je nog zeggen, nou ja, ze wil niet afwachten hoe dit onderzoek. Maar Lilian Ploemen zei, ja, ik ben niet degene die deze partij uit het moeras kan trekken, dus ik stap op. Dat vind ik een prachtige reden, want dat zouden de politici allemaal aan zichzelf moeten, die vraag zouden ze moeten stellen van ben ik wel de geschikte persoon om deze partij, een lid van deze partij en de idealen uit te dragen. Dus in de Tweede Kamer gebeurt het niet, in de Provinciale Staten is het ook 1/3. En er zit natuurlijk altijd, ook in de Tweede Kamer, gaat er een heleboel het kabinet in. Mm. Dus daardoor verschuift ook, dat heb je ook in de gemeenteraad, dat 4-5 meestal dan wethouder worden. Dus daar begint al de eerste afname in de oorspronkelijke gemeenteraad of in de gekozen leden. Dus in de Tweede Kamer valt het wel mee, maar je ziet wel steeds dat de mensen toch ook verdwijnen. Ja. Kijk, het zijn allemaal redenen. Het is hard werken of je moet mantelzorg doen of je krijgt een baan in het buitenland die niet te combineren is. Of je stapt uit de politiek à la mevrouw van Nieuwenhuizen die dan ergens lobbydirecteur kan worden. Want dat is en denk ik financieel aantrekkelijker. En misschien voor de lange termijn aantrekkelijke. Dat weet ik niet, financieel gesproken in ieder geval. En het is. Je zag het bij Ariane Schut, een hele goede hier in de gemeenteraad. De SP vond het een hele goede raadslid. Maar door privéomstandigheden ook gezegd van jongens, het spijt me, ik stop ermee. En we hebben het nu wel ook over die raadsleden, maar er zijn ook best wel wat burgerleden de afgelopen periode al gestopt. Ja. En zeker ook nadat afgelopen week die publicatie in de Limburger heeft gestaan van journalist Joost Philippens, heb ik ook contact opgenomen met Henk-Jan Bodewits, de griffier van de gemeente in Maastricht. En ik heb tegen Henk-Jan gezegd, ik denk dat het goed is als we het presidium het gewoon erover gaan hebben. Al die mutaties van raadsleden, ieder om zijn of haar persoonlijke redenen, maar ook bij de burgerleden, denk dat het goed is om daar wel met elkaar een keer over te hebben. Wat denk jij dat een reden kan zijn om het aantrekkelijker te maken? Is het een betere voorwaarde? Nou goed, die voorwaarden die worden natuurlijk vastgesteld. Ik denk dat je gewoon moet gaan kijken hoe kunnen misschien de belastbaarheid voor raadsleden of burgerleden het misschien tot het behapbaarder is in de praktijk. Maar kijk, ik heb er zelf geen last van. Ik bedoel, het is voor mij behapbaar om te doen het raadswerk. Ik doe het met heel veel passie en plezier. Maar ik denk wel, ik voel me wel verantwoordelijk voor het aanzien van die politiek. Ik bedoel, ik ben ook een van die 39 raadsleden. Ook kijkende naar die burgerleden. Ik denk dat het belangrijk is om daar gewoon met elkaar het gesprek over aan te gaan. In het kader van het aanzien van de politiek, hoe kunnen we het inderdaad voor een ieder aantrekkelijker maken? En dan heb ik misschien eerder over randvoorwaarden. Zijn de aanvangstijden van vergaderingen goed? Ik noem maar wat. Ik bedoel, ik wil daar ook geen goed of fout aan koppelen. Nee. Maar ik denk wel goed is dat we daar gewoon als presidium met elkaar een keer bij stil gaan staan. En ik heb het bij Henk-Jan onder de aandacht gebracht. Heel goed, heel goed. Je wou nog wat zeggen? Ja, en niet te vergeten de verzwaring van de pakketten. Hè, sinds de transitie in 2014-15, waarbij de Rijksoverheid een hele hoop over de schutting heeft gegooid naar de gemeentes toe. Noem de jeugdproblematiek. Nou ja, het is al voor mensen die een beetje kunnen nadenken heel erg ingewikkeld. Laat staan voor een gemeenteraadslid die ook niet allemaal super geschoold zijn. Het zijn ook allemaal mensen met grote bevlogenheid, maar niet. Iedereen heeft een eigen achtergrond. Iedereen heeft een eigen achtergrond. Expertise. En voordat je dat allemaal onder de knie hebt. Het is een klus hoor. Ja. Af en toe neem ik mijn petje ervoor af als er hele verstandige dingen gezegd worden. Nou, komende dinsdag hebben we een raadsvergadering. Komende woensdag hebben we ook inderdaad een extra raadsvergadering in het kader van het medisch kinderdagverblijf in Maastricht. Ja, oké. Okay. Sjors, dankjewel voor je toelichting. En Mark, jij ook. En veel succes met de verkiezing. Dankjewel.